Misschien heb je net zoals ik de video van Boos gezien over een huisjesmelker in Nijmegen. Wij vroegen ons af of er meer van dit soort verhalen te vinden zijn in onze mooie studentenstad. Dus plaatsten we een oproep op sociale media en daar kregen we één hele bijzondere reactie op. Namelijk die van Jurre. En Jurre heeft zoveel ellende meegemaakt dat hij ons alles hierover kan vertellen. Kort opzommen wat je allemaal voor problemen bent tegengekomen. Ten eerste aan de Kerkstraat bij Emmy van der Tol was sprake van intimidatie en heel slecht onderhoud. Vervolgens aan de Wolfskalseweg was de huur veel te hoog en werden eigenlijk ten onrechte bemiddelingskosten gevraagd. Daarna aan het Teamstraatpand, daar werden wij opgelicht omdat de woningen illegaal bleek te zijn en de huur bleek ook daar veel te hoog. En inmiddels heb je heel veel kennis opgedaan. Mm-hmm. Door al je problemen kun je alle studenten in Nijmegen wat tips geven. De eerste en van de tol ben ik naar Rood, de jongen van de SP, gestapt. Die hebben een actie opgezet die ook in de media is gekomen. En ik heb toe geleid dat de boel daar sindsdien toch best wel verbeterd is. Bij de Wolfskalseweg ben ik voor de bemiddelingskosten naar studentenvakbond Accu gestapt. Die hebben mij juridisch bijgestaan. Je kan ook een boekje krijgen, geloof ik, bij Accu. Ja. Waar allerhande tips in staan. Ja, op kamers in Nijmegen heet dat. Voor de huurprijs van de Wolfskalseweg ben ik naar Stichting Huurteams Nijmegen gestapt. En, die zijn ingeslaagd om mijn huur met 110 euro per maand omlaag te krijgen. En in het Teamstra-gebouw daar ben ik eigenlijk ook weer naar Huurteams gestapt, ook omdat natuurlijk een heel groot pand is, hè? Met bijna 100 huurders is ook de media erbij gekomen. Publicitaire druk, dat helpt ook wel om aan huisjesmelkers hun leven te doen beteren. Je bent bezig met een zaak bij de huurcommissie. Ik heb net gehoord dat ik die gewonnen heb. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het gaat over Teamstra gebouw. Dat betekent dat de kale huur met terugwerkende kracht gehalveerd wordt. Dus studentenvakbond Accu. Studentenvakbond Accu. Ja, daar kun je ook een boekje krijgen met tips. Zij werken samen of verwijzen je eventueel door ook naar Huurteams Nijmegen, die je kunnen bijstaan. Maar zij geven geen juridisch bindend advies. Nee, en daarvoor kun je naar de huurcommissie. Wat wel juridisch bindend is, en zeker ook als je publiciteit wil opzoeken, kun je ook altijd terecht bij Rood, de jonge organisatie van de SP Nijmegen. Ja, zeer zeker. Nou Jurre, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, en dat je alle studenten in Nijmegen hiermee hopelijk helpt. Achterstallig onderhoud, te hoge huur of zelfs illegaal wonen, Jurre heeft het allemaal gezien. Herken jij je nou in een van deze problemen? Doe er dan vooral wat aan. Ken je rechten? Kom voor jezelf op en laat je niet neppen.